Wat ga je doen? Ik ga huis snijden. Serieus? Ja. En dat is een 3D-beelden, weet je? Ja, anders kan ik het niet handelen. Dat is zwaar. Ja, oké. Okay. Nou, laat maar zien. Komt goed. Moeten we vertellen dat Rick hoe vaak veelste keer dat je dit kookt? Dat je überhaupt kookt? Ik ga even de andere kant staan, op tegenlicht. Ik denk dat dit mijn derde keer is. In zijn leven, hoe oud ben je? Ik ben 15. Precies. Ik pannenkoeken bakken deed je nog eens. Ik ga een huis snijden. Moet je eerst. Ik ga de zijkanten eerst afsnijden. Juist. Hoppakee. Dat is één. En dan? Hou je armen eraan. Ja. Oké. Okay. Zo. Nu hebben we de ui. Dit is troep en gaat weg. Oké. Okay. Nu moet dit huidje eraf. Vel heet dat bij een ui. Vel. Kijk, ik scheur het eraf. Ging je beter eerst door midden snijden? Moet dat? Nee, kan. Oké, dan is het iets makkelijker om het vel eraf te krijgen. Zo. Velletje 1. De naalpijn omhoog. Ik zet een bril op. Dit is met je 3D-bril. Ja. Hoopvol. Ik ga hier gewoon niet van jenken, dat scheelt. Zo. Twee uien. Bakje pakken. Gaan we dus snijden. Oké. Er is een techniek voor. Dat heet de chak-chak-chak. Nou ja, het moet op de pizza, dus niks chak-chak-chak. Je moet gewoon dunne ringetjes maken. Doe ik dat? Zal ik het even voordoen? Nou, ik ga het nu in een bakje stoppen. Zo, pak het een beetje op elkaar zo. Nou, succes verder, want ik moet de zoon nog opruimen. Oké, succes. Ja? Dus wat heb je nou gekocht? Bakvellen en aluminium folie. En wat zijn folie? Maar wat zijn bakvellen? Ik weet het niet. Ik ook niet. Bakvellen. Het ziet er spannend uit, dus dan leek het me wel goed. Kijk, ik moet in ieder geval proberen. Ja. Nou, succes. Dankjewel. En wat ga je nou met die bakvellen doen? Ja, dus. Ik wil een soort honingraad. Zo ruikt het hier naar. Oké, nou. Het is maar wel een soort bakpapier. Nou, dan hoef je het niet af te knippen. Past het dan ook op de bakplaat? Nou, zeg, fantastisch. Dat is winkelslim. En nu? Ik klaar toch? Nee, ik ga een pizza maken. Pizza à la Rick. Met een vleugje Rick. Wat is het probleem? Kijk, het deeg. Het is niet goed. Waarom niet? Omdat ik het niet goed heb neergelegd. En toen moest ik met een vork in prikken. Alleen toen kwam ik erachter dat dit niet goed is. Zo. Maar hoe ga je dat nu oplossen dan? Mama vragen. En er zijn geen andere oplossingen. De oplossing is mama vragen. Ik heb het proberen af te halen, alleen toen ging het heel erg uitdrukken. Maar sowieso moet het bakpapier in het midden en dit is wel een heel klein pizzaatje zo, toch? Moet je het niet uitrollen of zo? Ja, dat stond er. Dit is wat je van het uitrollen gemaakt hebt? Ja. Goed, waar is de deegroller? Heb je een deegroller nodig? Als je erop staat dat je het uit moet rollen, zou ik het met een deegroller doen. Waar is de deegroller? Ik weet het niet. Misschien moet je even de deegroller gaan pakken. Joh, je weet dus wel waar die is. Dan moet je aardig eerst opgaan. Nee, dat gaat niet werken. Aardig opruimen. Zou als ik jou was, dat bakpapier gewoon op het aanrecht liggen, want ik heb geen bloem. Maar zou je bloem op het aanrecht doen. En dan zou ik hem uit gaan rollen naar alle kanten, zodat hij vierkant wordt. Is het klaar?
Ja. Heb je ook de worstjes erop gedaan, of niet? Nee, ik ook. Worstjes. Wil je dat nog, of niet? Nee. Oh, ik denk voor Tessa of zo. Goed. Zal ik eens kijken? Het ziet er wel heel spannend uit. Er zit ook ham op. Ja. Oké. Ja, ik ben benieuwd. Succes. Dank je. Ja, de timer is gegaan. En nu? Doe je open? Ja. Nee, wil je kijken, hè? Sorry hoor. Dat kan niet. Zo, oh. Ta-ta-ta-ta-da. Misschien kun je de oven dicht doen, dan kan ik erheen lopen. De pizza. Ja? Proef je hem zelf? Ik lijkt niet meer op een pizza. Waarom niet? Het lijkt meer op een heel groot koekje. Met dingen erop. Wel een lekker koekje, toch niet? Dat weet ik niet. Ik kook zo achter. Nou, dan gaan we maar eten. Maakt die Rick? Ja, dat weet ik niet. Een pizza. En lekker, niet lekker? Nou, Domino's is het beter. Ja? Ja. Vind jij ervan, Tess? Ja. Dank je wel. Hoor. Dank je wel. Lekker. Nou, ga ik ook.